wat er in de vorige aflevering gebeurde. Hé, hey, meekomen of ik sla je neer. Oh nee, wat is dit nu weer? Meewerken, anders gaat er iets erg gebeuren. Wees beleefd tegen mijn baas. En haal niks verkeerds in je hoofd. Kijk eens aan. Daar ben je dan. Maar wie is de baas van X-Hake dan? Ach, serieus. Wist je dat dan niet? X-Hake is tegenwoordig zelf de baas van heel die gang. Wat? Heb je al een plan om hem en zijn groep neer te halen? Momenteel niet. Een van mijn goede vrienden zit vast in de gevangenis in de city. En ik heb hem nodig om dat plan te laten lukken. We gaan hem bevrijden uit de gevangenis. Zijn we er bijna, Johan? Ja, we zijn er bijna. Het is hier twee straten vandaan. Ik word snel moe, hoor. Ah joh, je moet niet zo zeiken. Je moet gewoon speedboots kopen, joh. Ah, je hebt misschien een punt. Ik loop nog niet eens hard, hè. Moet je nagaan. Nou, hier is mijn huis. Ah, mooi huis, hè? Kom lekker binnen. Ah, je woont wel dicht bij het centrum. Ja, klopt. Maar daarom heb ik natuurlijk ook dit huis gekocht. Lekker dichtbij. Heerlijk. Nou, als het goed is, heeft Emily in de brievenbus van mij een boekje achtergelaten. Ik ga even kijken of het erin zit. Ja, het zit erin. Nou, ik ga even kijken wat erin zit. Ik ben benieuwd. Er staat erin: zorg dat je vanavond tussen 9:30 en 10:30 op de onderstaande coördinaten bent. X min 238 en Z 1243. Nee, 73. Hey. Johan, dat is zo meteen al. Dan moeten we opschieten, hoor. Ja, we moeten opschieten, anders zijn we nog te laat. Als het goed is, is het deze kant op als ik naar de koers moet gaan kijken. Hier is het volgens mij. Kijk, ik zie Emily al staan. Hey Johan. Hey Emily. Jij hebt uit mond geregeld, zie ik. Klopt. Nou, stel je eens even voor. Hey, ik ben Jens. We gaan om kennis te maken. Leuk om met je kennis te maken. Maar we moeten wel gelijk aan de slag. We gaan binnenkort de gang waar ik zeker onderdeel van is, neerhalen. Johan. Moet ik het zeggen? Of vertel je het? Emily. Wij moeten eerst wat anders gaan doen. Ten eerste is ik zeker geen onderdeel van die gang. Maar de gangleider. Wat? Ja, dat was mijn reactie dus ook toen ik het hoorde van Rim. Maar nu valt ons plan in duigen. Nee, maak je geen zorgen. Het tweede wat ik je wilde vertellen, ja? Er is maar één manier om X-Hake en zijn gang aan te pakken. En dat is? We moeten een vriend van Rim bevrijden. Want hij weet als enige hoe we hem dus moeten neerhalen. In welke gevangenis zit hij vast dan? In de prison. Nee. Dat is de strengst bewaakte gevangenis van heel Mytopia. En daarom gaan wij dit samen doen. We gaan nu naar de prison toe. We hebben geen tijd te verliezen. We gaan snel kijken wat de mogelijkheden zijn om hem eruit te halen. Is goed. Kom, we gaan gelijk. Het is nog ver, Johan. Nee. We zijn nu bijna bij de veerboot. Die gaat naar de prison toe. Weet je al wie we moeten bevrijden? Ik niet. Ja, ik weet wel wie we moeten bevrijden. Maar dat vertel ik liever op de dag zelf. Hoezo dan pas? Ik moet toch weten wie ik moet bevrijden uit de prison? Maar Johan, heb jij een idee hoe we hem eruit kunnen halen dan? Misschien is het een heel goed idee om als prisonwarden naar binnen te gaan. En zo hem op die manier eruit te halen. Wat klinkt als een goed plan. Door zorg voor een vluchtroute. En ik zorg wel voor een uniform van de prison warden. Super, volgens mij hebben wij voor zover mogelijk tot nu toe alles besproken. Er is natuurlijk nog veel meer te bespreken. Maar goed, de belangrijkste vraag moeten we ons nu nog stellen. Hoe gaan we hem uit de prison bevrijden?